ga iets doen waar ik mijn hele leven al van droom. En ik wil jullie meenemen op deze speurtocht die het eigenlijk gaat worden. Zowel Tessa als ik rijden paard. Tessa die rijdt sinds februari dit jaar paard. En ik heb vroeger al de paard gereden en ben na februari, toen Tessa begonnen was, heb ik eerst 4 weken langs de kant gestaan. En toen dacht ik, nou, dit moet ik ook weer gaan doen. Dus vervolgens ben ook ik weer gaan rijden. En ja, dat hou ik maar kort vol, want ik wil natuurlijk een paard. Nou, wie wil dat niet? Tenminste, als je van de ruitersport houdt. Heel veel mensen zullen dat herkennen. Het zal een beste zoektocht worden, want ik wil graag een paard waar Tessa ook op kan rijden. Want eigenlijk wil ik het paard aan Tessa geven. Alleen, ik vind haar te jong om alleen een paard te hebben, of een pony eigenlijk. Dat zou namelijk betekenen dat zij een pony heeft, dat ze daar elke dag heen moet, elke dag moet rijden. Alle andere dingen die erbij komen kijken. En ze is 7, ze wordt 8. En ja, weet je, dat vind ik eigenlijk gewoon te veel van het goede. Dus ik wil eigenlijk een heel lief paard. Een paard waar zij op kan rijden, dat ook veel beter is dan zij. En waar ik dus ook op kan rijden. Vroeger heb ik altijd in de dressuur gezeten. Ik heb de draverij gedaan, ik heb polo gedaan en ik heb ook wel gesprongen, uiteraard allerlei buitenritten. Dus ik heb al heel veel gedaan met paarden, maar nu een eigen paard gaan zoeken vind ik eigenlijk wel heel erg spannend. En natuurlijk super gaaf om te doen. Ik ga dus allerlei video's maken van deze zoektocht. Wat komt er bij kijken? Waar let ik op? Waar let ik niet op? Wie ga ik daarbij uitnodigen om me te helpen? Dat weet ik dus ook allemaal nog niet. Dat gaan jullie allemaal zien op deze serie video's. Die dus allemaal gaan over de aanschaf van een paard, het stallen van een paard en dan ja, alles wat erbij komt kijken. En dat zal best wel heel veel zijn. Natuurlijk ook de verzekering. Ik ben al lid, of ik heb al mijn ruiterbewijs. Ik zit in de camera nu. Dus daar zit ook een verzekering al bij. Die ga ik helemaal uitgebreid bekijken. Maar ik ga ook kijken of het nodig is om verder te verzekeren of dat ik zelf geld ga sparen. Ik ga kijken bij welke manege we uiteraard gaan staan. Kies ik voor zelf uitmesten of niet zelf uitmesten. Ik wil daar allemaal langs gaan, allemaal gaan kijken. En uiteraard heel veel paarden gaan bekijken. Nou, ik weet niet of het heel veel zijn. Want als je eenmaal helemaal verliefd bent op een paard, denk ik dat je het moeilijk vindt om weer verder te kijken. Wel zal ik uiteraard het paard laten keuren voordat ik het aankoop. Omdat ik toch niet wil dat ik een paard krijg dat na een maand kreupel is of krijgt of anderszins ziek is. Dus dat ga ik ook laten doen. En ik heb natuurlijk een manege nodig waar ik mag filmen, want anders kan ik jullie niet meenemen. Ik vind het echt heel erg spannend. Er komt nog een dingetje bij. Alice! Dit is Alice. Zij is onze flatcoat. Ze vindt het wel een beetje spannend voor de camera. Zo. Ja, je bent lief. Hè. Ja, je bent een schatje. En Alice is bang voor paarden. Ja, echt waar. Ze vindt ze doodeng. Ik heb er nog wel een foto van, die zal ik even laten zien. Oh, je gaat weer iets anders doen? Ja, dat is best spannend aan tafel, hè? Alice is dus bang voor paarden. En ja, dat moet dus opgelost worden, want ze moet wel mee naar de manege. En ook een beetje vriendjes worden, denk ik, met ons paard. Denk jij? Ja, dat denk ik ook. Dus dat gaan we ook meenemen in het filmen. Hoe we dat op gaan lossen. Wat we daaraan gaan doen. Ja, je bent leuk. Ja. Hoe we dat dus op gaan lossen en hoe we dat gaan doen. En kijken of we dat voor elkaar gaan krijgen. Dat zowel paard als hond elkaar heel erg leuk gaan vinden natuurlijk. Hè? Dus dat zo'n vriendinnetje erbij krijgt. Of een vriendje. Misschien krijg je een vriendje erbij. En het is een meisje. Dus ik ben heel erg benieuwd naar deze zoektocht. Ik heb er ook onwijs veel zin in. Ik vind het wel heel spannend. En dan voornamelijk omdat dit iets is wat ik dus eigenlijk al mijn hele leven wil. En ik ben natuurlijk heel benieuwd hoe Tessa gaat reageren. Dus ik neem dit op en het is nu 27 oktober. En waarschijnlijk gaan we dit pas uitzenden ergens in februari. Want Tessa is 7 februari jarig. En ja, dan hopen we dat we dat paard aan haar kunnen geven. En dat krijgen jullie natuurlijk ook allemaal te zien. Goed, dit is wat we gaan doen. Ik hoop dat jullie allemaal mee gaan kijken. En ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Dus tot de volgende video. Doei!